de captain van Haarzense Boys. Blij met deze taak? Ja, denk wel. Het is mooi natuurlijk dat je de aanvoerdersband krijgt als 18-jarige jongen van Haarzense Boys. En ja, dan moet ik het ook nog laten zien dit seizoen natuurlijk. Ben je tevreden over het spel van vandaag? Over je eigen spel dan even? Over mijn eigen spel. Ik denk dat ik meer in het spel betrokken moet zijn. Meer de bal moet vragen en minder balverlies leiden. Maar over het algemeen heb ik een degelijke wedstrijd gevoetbald. Ik zei net al tegen Wilco, tegen jullie trainer, van jullie de acties te lang doorvoeren. Jij was zelf ook een keertje. Jullie hebben eigenlijk weinig tot niet geschoten op doel, hè? Nee, eerste helft helemaal niet. En toen stond het ook gewoon totaal niet. En dan zie je dat je er gewoon moeilijk uitkomt, ook gewoon tegen een Aarlanderveen. Maar ik denk gewoon ook tegen elk team dat je dan er moeilijk uit gaat komen in de vierde klasse. De tweede helft hebben we wat omgezet. Dan zie je toch dat we het beter gaan voetballen en toch ook wel de kansen krijgen. En uiteindelijk, ik vond de keeper van Aarlanderveen een goede keeper. Die hield een paar aardige ballen eruit. Dus, Maar vond je dat je eigenlijk te weinig gekregen hebt vandaag? Als ploeg zijnde, op basis van de hele wedstrijd, niet alleen. Van de hele wedstrijd, ik denk, als je, ja, hun hebben natuurlijk ook wel aardig wat kansen gehad, natuurlijk ook nog wel de tweede helft. Ik denk dat wij misschien wel een gestolen punt had geweest, hadden wij een punt gepakt. Ja, maar ja, de tweede helft was je toch zeker niet de mindere. Je hebt een paar goede kansen gehad, hun ook wel, maar een puntje had er misschien toch wel voor ingezeten. Ja, dat denk ik ook wel, maar ik vond, hun waren ook wel, gingen steeds op onze counter spelen en... Ja, dat hebben wij goed gedaan eigenlijk. Dat hebben we onschadelijk gemaakt. Maar ja, het viel gewoon net niet lekker voor ons de tweede helft. En dat is kloten. Maar zijn jullie eigenlijk een counterploeg met snelle mensen? Nou, we hebben het juist gehoord. En hun speelden vorige week tegen Kikkers. En kregen twee doelpunten tegen in de counter. Dus daardoor liepen we iets achteruit. En wilden ze daarop op de counter pakken. Maar dat was niet helemaal gelukt vandaag.